die heeft een lampje op, man. Onderweg naar Brigitte, die woont in Hengelo. En daarna gaan wij naar Rotterdam. Dus voor de mensen die weten waar Lemmer ligt, check even op de kaart. Lemmer. In het middle of fucking nowhere. Hengelo, Rotterdam. Check dat maar even op de kaart. Het is nou trouwens net 6 uur geweest. Dus ja, we zijn vroeg vertrokken vandaag, zoals jullie kunnen zien. Ja. Kijk hoor, je ziet het hier al, het is 6:09. Ja. Laat staan dat we 4 uur de wekker al gingen. Alleen, ja, toen sliep Vis nog. Ja, dat begrijp je. Ja, jij sliep vandaag tot de bank. Ja, ik ben in slaap van de bank. Nou, dat gebeurt dan vaker bij Vis, en valt weer of in stoel, of op de stoel in slaap, of op de bank. Ja, ik ben echt, ja, ben echt moe. Maar ja, 12 uur livestream, hak het er ook wel even in natuurlijk, gisteren. Alleen, een beetje timing. Is er extra bijgekomen van vandaag, hè, weer, want het was niet de planning in principe. We gaan dus naar Brigitte toe en dan gaan wij, nou ahoy, want we gaan naar Dreamhack. En op Dreamhack mag zij streamen vanaf 9 uur in de ochtend, daar moeten we zo voor weg, tot en met 12 uur. En nou, we rijden net voorbij Zwolle, toch? Voorbij Zwolle. Dus ik zou zeggen, blijf lekker voorkijken. Vergeet niet de video even te liken. Vergeet niet het blauwe duimpje omhoog te geven. Al die cliché dingetjes moeten wel gebeuren. Ik heb twee liefdes. Hoi, ja, we liepen langs de weg en we waren zo graag mee. Ja? Ja, ja, het was echt, ja, we waren al 50 kilometer onderweg. Dus jullie zijn aan het roadtrippen? En Chris kwam met zijn prachtige gebakje kwam die aanrijden. En toen dachten we, nou, dan moeten we die kans Ik zie jou echt staan hier langs sneller zo. Ja, precies, net roadtrippers. Even zo, weet je wel. Nee. Toch? Dan kreeg ik meteen, woe! Nee, we gaan lekker naar Rotterdam, naar Dreamhack. Want ja, ik ga daar lekker streamen. Chris heb ik meegenomen. Rick natuurlijk ook. Ik, mijn vriend. Dus ja, we gaan er een leuke dag van maken. Jup, nog allemaal maar. Het is nog 20 minuten rijden, toch? Ja, zoiets, 20 minuutjes. Nou, Ahoy, het is gelukkig ook niet een drukke plek. Maar het is gelukkig. Nee, is ook heel dichtbij. Ja, het is gelukkig, valt mee. Ja. 2 uur rijden, hè, vanaf die gasten daar. Jee, maar ja, het is 9:05. Wij gaan naar even haasten. Dan zien we zo op de vloer weer terug. Ja, ja. Zo, daar zijn we dan, jongens. We hebben zin in. Echt wel. Oude streamster. He? Ja, famous. Wat gaan we vandaag doen trouwens? Een beetje COD, een beetje Fortnite, hoor. Een beetje FIFA. Een beetje FIFA, een beetje van alles wat, hè. Maar we moeten alles eigen even melden, zo te zien. Ja, echt. Dus, ik denk het. We gaan gewoon even vragen hier en dan komt het wel goed, ja toch? Kijk, we zijn er jongens, eindelijk. Ze is aan het streamen. Ik weet niet of jullie het horen, hoor, maar... Oh. Hallo. Zo, jezus, ik schrik me rot. Hoi vlog. Hoi vlog. Hallo bitches. Ook, beste kijkers. Allemaal beste kijkers. Kom maar. Jullie zitten allemaal in de vlog, jongens. OX Amsterdam, OX. Allemaal in de vlog. Ja, allemaal in de vlog, hè. Heb je nog wel een beetje killen? Oh, dat is net zo. Ja, hij staat op de vlog. Dat gaat hem niet. Oké. Maar, she got me, you would love me. You know. By the way, ik ga jullie een beetje sturen. Zo, het is weer gebeurd. Ja. Zeker. Afgesloten. Ja. Vond je het? Super. Hartstikke leuk. Het was ja. Nou, wij gaan nog even lekker rondkijken hier. En dan gaan we verder. Oh, wow. Met licht op, joh. Ja, dit is je was even wit, hè? Je was even wit. Ja. Hey. Kijk eens aan, hoe kan dat? Wat doe jij nou hier, man? Ja, videogames kijken. Ja? Genieten. Ja, genieten van dit hele show hier. Ja, ik heb dit nog nooit zo gezien. Nee, hè? Nee. Ik ben op First Look ben ik geweest. En ik ben op een paar andere events geweest. Maar zo groot e-sport nog nooit gezien in mijn leven. Nou, dat is echt super, hè? Dat is wel echt super vet, hè? Die stands daar waren al goed, maar dit podium en die schermen, dit is bizar. Dus jij wil een paar dagen erop zitten, 3 dagen? 3 dagen, dit is dag 3 inderdaad, ja. En dan dus, klaar, en dat is klaar. Dan is het klaar, ja. Mooi zo. Ja. Dus tof in ieder geval te zien. Hey, zeker man. Oké, jongen.
Nou, Brigitte, was het alweer, hè? Ja, dat was alweer een dagje. Het staat ons fucking druk aan het worden. Ja. Iets met André of zo, hoor ik. Ja, iets met André Haas of zo. Dat stond erboven, hè? Maar ja, dat denk ik dat het niet kan vinden. Maar... Ah, my god. We gaan even een hapje eten. Dat zijn onze fans, Chris. Ja, dat zijn onze fans, hè? Die willen allemaal een rondtekening. Ja. Ja, als ze beroemd zijn, hè. Ja? Heb je al geoefend? Ja. Ja, ik ben nog geblesseerd, dus eigenlijk wacht ik nog. Oké. Maar wij gaan even een hapje eten. Ja. Lekker, en dan lekker culinair uit eten bij de McDonald's. Dus, nee, dus de gouden boog noem je dat, hè? Oh ja, de gouden moon. De gouden boog. En dan gaan we naar huis toe. Ja. Tenminste, ik zet jou even af en dan gas ik door. Ja, maar wat zeg. Jij mag de afsluiting nog doen. Nou jongens, bedankt voor het kijken naar de vlog. Vergeet niet te liken, subscriben. Ik weet niet wat je allemaal nog meer doet. Ja. Maar ja, ik bedoel, bedankt voor het kijken.